Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Eerst en vooral wil ik jullie een fantastisch, magisch 2022 wensen, want ik heb dit jaar nog geen vlog gemaakt zoals nu. Ik heb wel al video's gemaakt, zoals je kon zien, rond de channeling van de levenspad-nummers. En daar staan er nog drie video's op de planning, dus levenspad nummer 11, 22 en 33, en die komen de komende dagen online te staan. En als je daar interesse in hebt, dan kan je ook de video's daaromtrent als aanvulling ook bekijken van mijn collega Sarah van Indigo Souls. Ik zal een linkje onderaan de video plaatsen. En zij doet de komende dagen eigenlijk net dezelfde boodschap van wat kan levenspad nummer en dan het levenspad nummer gebruiken. In 2022. Dus dan kan je haar video's als aanvulling op de channeling die ik doorgekregen heb gaan bekijken, als je dat wenst. En je kan ook op haar kanaal abonneren, want zij doet ook veel meer readingen dan wat ik doe. Ik heb dat bewust. Ik ga eventjes mijn gsm op stil zetten, want anders gaat de hele tijd plu zeggen. Dus dat is hetgeen wat je kan doen. Voor degenen die nieuw zijn, die me niet volgen, ik ben Lindsay. Ik ben, zoals hij zou kunnen zijn, een healer, een schrijver, maar eigenlijk vertel ik het meeste als een transformatiecoach. Waarom? Omdat iedereen die met mij samenwerkt, die komt naar mij met de vraag van: ik heb een probleem, een relatie, ik voel me niet goed, ik ben niet gelukkig, ik zit vast, ik heb daar ervaring. Of velen daarvan zijn ook tweelingvlammen. En komen dus bij mij in ondersteuning en begeleiding om meer te begrijpen over wat het proces en de reis als een tweelingvlam eigenlijk echt over gaat. En dat helpt hen dan ook alweer, het feit dat ik zelf ook een tweelingvlam ben. En zelf door heel veel dingen al gegaan ben, samen met mijn tweelingvlam, maar ook in mijn eigen proces natuurlijk, om hen dan weer nieuwe inzichten te geven en nieuwe tools aan te leren, zodanig dat ze uiteindelijk na de enige tijd dat we samenwerken hebben, dat ze een aantal dingen al geleerd hebben, eigenlijk hun eigen pad kunnen gaan lopen en in hun eigen missie kunnen gaan stappen. Nu, vandaag heb ik het thema ook afwijzing als zielsles. En dat heeft ook te maken, komt ook vaak aan bod in diepe zielsconnecties, zoals tweelingvlammen, tweelingzielen en hoog soulmates en zo. Omdat afwijzing ook iets is dat we moeten en mogen gaan healen om nog meer in onze kracht te gaan stappen, om nog zuiverder te gaan worden. Ik heb deze blog, of die content van die video, eigenlijk ook al in de blog gegooid. Dus het kan goed zijn dat als je mij ook volgt op mijn website en de blogs daar leest, dat je het al hebt zien passeren. Maar ik wil er ook nog zeker een blog over maken, omdat ik ook weet dat veel mensen liever kijken of luisteren dan dat ze het moeten gaan lezen. Nu, afwijzing als zielsles, bekeken dus vanuit een hoger bewustzijn, dan helpt om eigenlijk die denkfout te zien die aan de oorzaak ligt van de emotie. Wat? Wat vertel je mij nu? Ja, geen probleem. Ik ga het gewoon stap per stap uitleggen. Dus dat ga eventjes mee in mijn denkproces, zou ik eigenlijk zeggen. Want afgewezen voelen, dat is hetgeen wat we zeggen, is eigenlijk geen zuivere emotie. Het is het resultaat van een verkeerde gedachte, waardoor dat je ziel daarop gaat gaan reageren met de laagtrillende emotie, zijnde dat je dan eigenlijk die emotie of dat voelt van het afgewezen zijn. Nu, in verschillende blogs en vlogs heb ik ook al eerder uitgelegd hoe dat emoties eigenlijk eerder een manier zijn van je ziel om te tonen of dat je goed aan het denken bent over je leven, over jezelf, over je energie. Met andere woorden, of dat je eigenlijk met de juiste bril naar je leven kijkt of niet. Dus ook hier is eigenlijk hetzelfde mechanisme aan het werk. Wanneer jij je slecht voelt omdat je denkt dat iemand je afwijst, dan is dat eigenlijk een teken dat het niet klopt. Want wanneer je leeft vanuit een hoger bewustzijn, dan ga je ook weten dat afwijzing een illusie is. Niemand buiten jezelf kan jij of jou afwijzen. Want van nature is alles al in jou aanwezig. Je hebt alles al om heel te zijn, om verbonden te zijn of wat dan ook. En dus het contrast dat je ervaart door middel van die emoties is er om jou duidelijk te maken dat de gedachten en de gekoppelde emoties niet correct zijn met de natuurlijke staat van jouw zijn. Dus wat is er? Wat gebeurt er? Eigenlijk, de emoties die je voelt rond het afgewezen zijn, is eigenlijk enkel maar een teken van
dat dat niet is wie dat je in werkelijkheid, in essentie, dus die natuurlijke staat van zijn, is. Dus de emoties en de gedachten die je daar allemaal over hebt, die kloppen niet met de waarheid van wat dat jouw natuurlijke staat van zijn is. En dat maakt dat afwijzing, als we dan een stuk verder op gaan, waarbij dat je je uiteindelijk natuurlijk alleen voelt, is dat eigenlijk een verborgen vorm van eenzaamheid. Niet omdat anderen er niet zijn voor jou, ook niet omdat anderen jou in de steek laten. Nee, want in eerste instantie is het gedrag van anderen slechts een spiegel van jouw balans of disbalans. En wanneer dat jij jou niet veilig voelt en het gevoel hebt dat niemand jou vangt als het ware en je dus in de steek gelaten voelt, dan is het belangrijk dat je jezelf de vraag stelt: waar heb ik mezelf in de steek gelaten? Want eenzaamheid is er namelijk wanneer jij jezelf in de steek laat. En hierdoor denk je dat je alleen bent, dat je afgescheiden bent van alles om je heen, maar dat ook weer zijn illusies van je gedachten. Maar we zijn altijd verbonden met alles om ons heen. En dus hoe meer dat jij je verbindt opnieuw weer met jouw bron, met jouw ziel, met jouw essentie, met jouw hart, wat je het ook wil noemen, met het universum, en die verbinding is er ook altijd, hoe meer dat jij je dan eigenlijk omhuld zou voelen, hoe meer dat jij dan gaat voelen dat je ook die verbinding hebt. Dat je inderdaad nooit alleen bent. Ook al zie je geen fysieke mens naast jou, als het ware. Hieraan gekoppeld is het toch vaak ook zo dat het gevoel van afwijzing en eenzaamheid naar boven komt wanneer we een verkeerd zelfbeeld hebben. Dus de sleutel tot het weer beter voelen ligt hier ook in jouw zelfbeeld. Want je gebruikt de reacties van anderen om eigenlijk het beeld van jezelf te gaan vormen. En wanneer anderen dan anders reageren dan wat jij verwacht, dan ga je gaan twijfelen aan dat beeld. En dan kom je natuurlijk weer die zelfwaarde naar boven. Gaan we gaan denken dat we in de steek gelaten worden, dat we het niet waard zijn om tijd, energie of wat dan ook in te investeren. Maar nu ook opnieuw, stel jezelf de vraag, keer terug naar jezelf, gebruik die spiegel als een tool om aan jezelf te werken. En stel jezelf de vraag van waar laat je jezelf in de steek? Waar investeer je geen geld, geen liefde, geen energie meer in jezelf? Wat maakt dat je voortdurend gefocust en gericht bent op de buitenwereld? En dat is ook de reden waarom dat heel weinig mensen alleen kunnen zijn. Omdat ze, wanneer ze te lang alleen zijn en niet afgeleid worden door anderen of de buitenwereld of een televisie of wat dan ook, dat ze geconfronteerd worden met die diepe schaduw in zichzelf. En dus nog te vaak zijn we afhankelijk van de reacties en de aandacht van anderen om eigenlijk onszelf goed te voelen. En dat is waar dat er gaande is. We hebben anderen nodig, of tenminste we denken dat we anderen nodig hebben om gelukkig te zijn. Maar geluk is een zijnstoestand, waar je gewoon mee geboren bent. Dat is jouw natuurlijke staat van zijn. En snap je dan, wanneer je lachter aan die emoties voelt, dat die eigenlijk een teken zijn om te tonen dat jouw denken en jouw gedrag niet in overeenstemming is met jouw natuurlijke staat van zijn. Dus waar ben jij ooit beginnen vertellen dat je anderen nodig hebt om je goed te gaan voelen? Om te dansen of om plezier te maken of wat dan ook. En ja, ik weet het, we zijn sociale wezens. En dat is ook de manier waarop dat we meer leren over het leven. Hè? Want andere mensen en relaties gaan we eigenlijk onszelf gaan ervaren door de spiegels die we krijgen. Maar het is nog altijd een verschil tussen verbinden met mensen om ervaringen te delen, dan anderen echt nodig hebben om die leegte in jezelf te gaan vullen. Om je gelukkig te voelen. Laat staan dat je de verantwoordelijkheid bij iemand anders legt om jou gelukkig te maken. Zie je hoe fout dat is, hoe ongezond het vooral is voor jou, maar ook voor de ander. Zelfs ook naar kinderen toe. Is het belangrijk dat je op hele snelle, jonge basis dat al leert, dat ze eigenlijk gelukkig zijn op zichzelf. Of dat jij er nu bent of niet, of dat kinderen er nu vrienden zijn, wel of niet, het maakt niet uit. Het gaat hoe dat zij denken over hun leven en hoe zij hunzelf zien. En dit mechanisme zie je eigenlijk niet alleen in relaties, maar ook in vriendschappen. Je ziet ze ook op de werkplek, je ziet ze ook in verkeer. We laten eigenlijk nog te vaak onze gemoedstoestand afhangen van hoe anderen in hun vel zitten. Maar ook dat is enkel een voedingsbodem voor discussie, agressie, frustratie, ontgoochelingen. En dus veel minder voor geluk, vrijheid of innerlijke rust. Want die zaken, geluk, vrijheid, innerlijke rust, dat is er altijd al geweest en is er ook nog altijd nu. Maar je zorgt alleen op een verkeerde plek. Je zorgt bij anderen en niet in jezelf.
Dus voel jij je afgewezen? Neem dan alsjeblieft de tijd om naar binnen te gaan. Vraag jezelf af, van waar heb ik mezelf in de steek gelaten? Wees eerlijk en probeer dan gewoon opnieuw die verbinding te maken met liefde, met heelheid, met vrijheid, die verborgen en verscholen zit in jouw zijn. Dus de weg naar binnen is de weg naar jouw vrijheid en waar geluk. Dus zou zeggen, kies en beslis dan. Kies en beslis dan om bij die keuze te blijven. Neem de stappen die dan bij die keuze passen en maak je leven er één om trots op te zijn. Maak van elke dag een tin of cups als je bij de readingen volgt. En maak van elke dag een dag om gewoon gelukkig te zijn. Wat als er ook gebeurt in je leven? Want wijsheid is immers ervaring en kennis die in het dagelijks leven gebruikt wordt. En hoe meer ervaringen dat je hebt, hoe makkelijker het natuurlijk gaat zijn om daarop te blijven vertrouwen. Maar ook hoe meer wijsheid je kan gaan integreren. Geniet gewoon van je leven. Je hebt er zelfs geen uitleg of geen reden voor nodig. Je kan elke dag van je leven genieten als dat de keuze is dat jij maakt. En het maakt niet uit hoeveel dat er op je bankrekening staat. Het maakt niet uit of dat je een relatie hebt. Het maakt niet uit of dat al je wensen al vervuld zijn. Nee, wees nu al gelukkig. En dan ga je automatisch een veel krachtigere magneet worden voor al die wensen om op je pad te komen. En leer jezelf elke dag beter kennen. Als er iets is wat je dit jaar doet, zorg dat je zelf toegewijd bent aan jezelf. Zodanig dat je jezelf elke dag beter, beter, beter leert kennen. Wat dat betekent om jezelf te zijn. En integreer dan alle delen van dat zelf. Van wat je ontdekt, dat dat zelf, wat dat betekent, wat dat inhoudt. Heel de schaduwen die naar boven komen en transformeer blokkades. En dan ga je merken dat je lichaam een zuiver kristal wordt die alles onmiddellijk kan ontvangen. En die er kan voor zorgen dat eigenlijk alles onmiddellijk verschijnt in jouw uiterlijke wereld, in jouw realiteit, in je 3D-wereld. Dus niet meer vanuit de 3D-dingen gaan proberen forceren en gaan creëren, maar altijd vanuit die energie gaan werken. Altijd vanuit die hogere energie gaan werken. En ik zou zeggen, ben jij er klaar voor? Klaar om die shift in jouw leven te gaan maken, zodat je eigenlijk die persoon bent zoals je in je leven voelt, zodat je gewoon diep van binnen weet wat dat is. Dat is zelfrealisatie. Dat is het punt waarbij je weet en voelt dat er eigenlijk meer is dan wat je gewoon zichtbaar met je fysieke ogen kan zien. En zeker als spiritueel en dus ook persoonlijk ontwikkelen op je wensenlijstje staat en dat je nu eigenlijk bewust kiest voor jezelf, dan nodig ik jou uit voor het traject zelfrealisatie. Ik ga er niet nu verder uitgebreid op ingaan, maar in dat traject gaan we echt heel diep. Ondertussen zitten er ook verschillende vormen waarbij je dat traject kan volgen, enkel in groep ofwel ook met individuele begeleiding, omdat het zo belangrijk is dat we allemaal terugkeren naar onze blauwdruk. Naar wie dat we werkelijk zijn, los van oude overtuigingen of los van onverwerkte emoties. En nog meer, voorbij alles wat de anderen over jou zeggen, denken of zelfs verwachten. Dus zou zeggen, ben je klaar om in dit leven jouw beste leven vorm te geven? Met behulp van de universele vlam als een meesterwerker, als een ware meester-creator. Check dan gewoon de linkjes in de box en dan ben ik zeker jouw co-piloot, of je begeleider, of je healer, of je wat dan ook je wil noemen, het maakt me niet uit, cheerleader. Alles om ervoor te zorgen dat jij je weer beter voelt. Want dat is de reden waarom dat ik doe en waarom dat ik zo gepassioneerd ben over de dingen dat ik doe. Dus ja, ik hoor het graag. Ik zie jou aan de binnenkant van de cursussen, niet aan de binnenkant van mijn ogen, maar aan de binnenkant van de. Achter de website. Schrijf in op mijn nieuwsbrief als je meer wilt weten. Ook daar stuur ik regelmatig dingen uit rond energieën. Als je nog niet geabonneerd bent op het kanaal, abonneer dan ook. Want dat helpt ook mij en anderen om de video's gemakkelijker te vinden of meer mijn boodschap te verspreiden. Dus dat als het één is dat je doet of wilt gewoon de wereld mee helpen veranderen, dan is het abonneren op mijn kanaal. Je kan ook natuurlijk de video's delen. Je kan dat is ook een vraag die in het weekend gekomen is. De transmissies die online staan op YouTube en die dus sowieso al openbaar zijn, mag je ook delen met gelijk wie. Dat maakt niet uit. Natuurlijk, de transmissies die ik in cursussen aanbied, die behoren natuurlijk tot het betaalde onderdeel, omdat dat deel uitmaakt van die trajecten. En die staan niet zomaar zichtbaar op YouTube. Dus ook daar zou ik dan willen vragen om respect voor te hebben en dat niet zomaar gewoon aan iedereen rond te delen. Maar ik vertrouw dat ook dat allemaal in orde is. Zo, dat was het voor nu. Ik ga zo dadelijk aan de slag met de boodschap voor het levenspad nummer 11, zodat die vandaag ook nog online kan komen. En vanaf nu mag je ook weer meer vlogjes en video's zoals deze verwachten. De kinderen zijn terug naar school, het is weer iets rustiger, we zitten weer iets meer in het
normale dagritme, als ik het zo mag zeggen. Ook al was het deze morgen niet zo leuk om met de wekker op te staan. Maar ja, ook dat hoort er nu weer eventjes bij. Zo, dat was het voor nu. Heb je vragen? Loop je tegen dingen aan? En denk je dat het interessant is om daar ook een video over te maken? Dan mag je dat ook gewoon gerust in een comment onder de video zetten. Of als je dat niet durft of het persoonlijk is of wat dan ook, stuur me een mailtje via de website, via de contactpagina. En dan ga ik je zeker sowieso beantwoorden. Zo, dat was het voor nu. Ik zie je in de volgende en ik wens je een fantastische week toe. Dag!